Morning en welkom bij Vlogmasdag 3. Het is vandaag dus 3 december en het is weer ongeveer 9:15. We zitten weer op tijd aan het bureau. En ja, het is dus vandaag zondag en Sinterklaas is deze nacht hier geweest. En ik heb 2 dingen gekregen, namelijk als eerste dit. En dit, ja, dit is mijn mascara die ik altijd gebruik. En dan zit daar zo nog een oogcrème bij en een schminker. En dan heb ik ook nog sokken. Zo van die warme, dikke sokken. Ik zal ze even laten zien. Let alsjeblieft niet op eventueel rommel daar. En hier staat op. Deze komt van America Today. Hier staat op. Ik kan het niet goed zien. Oh, oké, rommel op de achtergrond. Hier staat op. Bring me. En dat is wel anti-slip. En hier staat op wine. Ik vond die wel leuk. En die zijn ook warm. Dus dat heb ik gekregen dit jaar. Bij ons wordt dat ook nog echt gedaan. Omdat ik heb nog een broertje die 6 jaar is. En ja, allee, ik denk als je 6 jaar bent, dat je dat heel leuk vindt dat het zo nog is. Maar goed, we gaan het nu niet heel vlog over Sinterklaas hebben. Ik moet vandaag natuurlijk weer leren. En ik ga even mijn mashaplan invullen en dan ga ik laten zien wat ik moet doen. Oké, dus mijn plannenstukje is gemaakt. Ik moet als eerste voor IO, dat is een vak bij mij op school, even nog iets lezen. En dat staat hier ook. Trouwens, als we hier staan, staat normaal nu hier ook. Dus dat moet vandaag allemaal gebeuren. Dus dat is gewoon voor morgen iets, voor op school. En dan voor de examens moet ik dit vandaag doen. Ik moet aardrijkskunde samenvatten, maar dat is niet zoveel als SW, dus ik ga daar geen volledige dag mee bezig zijn. Dan moet ik die pagina 39 van het heb ik gisteren gedaan voor SW nog even doen. Ik moet geschiedenis in orde brengen, dus dat is afprinten. Maar ja, dat is niet enkel afprinten, heb ik nu mij gerealiseerd. Dus moet ik geschiedenis in orde maken. En dan moet ik ook nog de inhoudstabel maken. Voor SW. Dus dat moet normaal lukken. En misschien als ik tijd heb, ga ik dan ook mijn nagels nog even terug opnieuw mijn ander kleurtje lakken. Want ja, ze beginnen een beetje af te gaan. Maar dit moet ik dus doen vandaag. En ja, daar ga ik nu aan beginnen. En ja, nog één ding. Ik begin met aardrijkskunde. Want aardrijkskunde is het meeste. Ik dacht dus echt dat aardrijkskunde echt lang ging duren om het samen te vatten. Maar dat valt echt super goed mee, want ik ben nu ongeveer iets meer dan een uur bezig. En ik zit echt al over de helft. Dus dat is echt super goed. Ik ga nu even een korte pauze nemen. Gewoon 10 minuutjes even naar beneden. En dan, maar ik ben ondertussen echt meer verkouden. En dan ga ik aardrijkskunde afmaken. Ik nog 1, 2, 3, 4... 5,5 blad samenvatten. Dus dat komt hier echt dik in orde. Oh god, ik heb echt net een veel te lange pauze genomen. Echt van 40 minuten of zo. Maar ik begon wel met Harry te spelen en al ja. Ik weet niet. Ik heb veel te lang gepauzeerd. Maar ik moet nu... Oh, ik heb echt nood aan neusdruppels. Want ik begin echt mijn ogen beginnen te tranen. Ik weet niet of je het ziet. Oké, neusdruppels, waar ben ik? Hier. Oké, mijn... Oh, ik voel me echt zo... Ik weet niet wat daar hier blijft staan. Nee. Oké, ik ga even een noodoplossing zoeken. Ik voel me echt slecht, hè. Zo helemaal... Kent je dat? Als je zo wat ziek voelt, dan voel je echt zo... Zo voel ik me. Oei, dit was mijn doosje van de neusdruppels. Ja. Maar goed, ik heb veel te lang gepauzeerd en ik moet nu echt dit even voort afmaken. I just had to fill my cup, 'cause it is the sweetest of all sins. Heals whatever ails you, satisfaction guaranteed. Gonna loosen up whatever stuff. Anytime's a good time, or anything you need. Breaks the spell and brings on better luck. Okay, het is bijna 5 uur en ik moet nog 2 dingen doen voor de examens en dan nog aan mijn GP werken.
Ik moet nog geschiedenis in orde maken, maar dat heb ik al voor de helft gedaan. Maar ik zag dat ik nog iets moest maken en dan doorsturen naar de leerkracht dat ik moet verbeteren. Maar ik heb het examen pas niet volgende week, maar de week erna woensdag. Dus dat zal wel, dat komt in orde. En dan moet ik nog even voor GP werken. Dus ja, dat ga ik dan zelfs nog doen. Maar ik ga nu nog heel even eerst naar beneden. Ik heb ook net allemaal knutselgrip verpakt. Dat zit hierin, want we moeten morgen op school voor IO, voor die hoezo, headache. Als ik zie het zien, zoiets keistom maken. Dus dat heb ik allemaal net gepakt. En ja, ik ga nu dat stukje van geschiedenis maar nu doen. Ik ga niet eerst naar beneden. Ik ga gewoon nu dat stuk van geschiedenis doen. Dus ja. Oké, wacht. Oh, er staat nog muziek op. Geschiedenis is eindelijk klaar. Dus nu is dit. Ik ben daar helemaal af. Nu moet ik enkel nog... Ja, die inhoudstabel. Oh, nou zou ik eigenlijk moeten doen, hè. Ik weet niet zo goed wat ik ga doen. Oftewel ga ik echt nog aan mijn GP werken. Maar echt zo... Ja, we moeten een soort didactisch model insteken. Oftewel ga ik dat helemaal doen. Maar die inhoudstabel, dat is aan de andere kant zo, snap je? Dat kan ik ook voor morgen nog doen. Dus ik denk dat ik morgen inhoudstabel ga doen en dan vandaag echt nog aan mijn GP aan het didactisch model werken, want dat is heel best veel. En, oh. Maar ik heb nu echt hoofdpijn en ik wil hier even weg in mijn kamer. Ik ga nu eten. Ja, ik ga nu eten, terwijl ga ik dan even Stranger Things uitkijken. Want ik zit in de laatste aflevering en ik heb nog altijd die aflevering nog niet helemaal gezien. Dus dat ga ik doen nu, terwijl ik eet. En dan ga ik even een lange pauze pakken, zo een uur of zo. En dan ga ik nog wat aan mijn didactisch model werken. Amai. Het is bijna 8 uur en ik zit op mijn kamer. Op mijn bed. Aan mijn laptop. Ik heb... Stranger Things helemaal uitgekeken. Net. En ik ga nu bijna de vlog afsluiten. Gewoon even nog praten en dan ga ik de vlog afsluiten. Ik ga voor de rest van de avond, denk ik, gewoon nog wat. Ja, GP's. Allee, ga ik even wat muziek opzetten. En dan terwijl een beetje brainstormen over mijn GP. En dan. Of allee, ik bewerk eerst de vlog en dan nog wat GP. Ik weet niet, maar ik wil nog even wat voor GP doen. Dan moet ik nog iets afdrukken voor mijn GP van morgen. Dan moet ik, ja, iets dat ik morgen moet afgeven. En dan voor de rest, ja. Voor de rest ga ik in deze avond gewoon nog een beetje chillen. En op tijd slapen, want ik ben erg moe. Dus ik wil graag bij deze de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dus geef even een duimpje omhoog. Abonneer om op de hoogte te blijven van mijn andere vlogmessen. En dan zie ik jullie heel graag morgen om 4 uur weer. Doei!